workshop De Ontdekkingsreis. De naam zegt het al, maar ik zie het eigenlijk niet als een workshop. En dat klinkt heel gek, maar ik zie het eigenlijk als een gigantisch avontuur. En dat is ook precies wat het is, want er gebeurt zoveel in. Het gaat alle kanten op, van praten over angsten, naar acteren voor de groep, naar schrijven, naar een professionele film maken. Dat zijn allemaal heel grote dingen die mensen niet vaak doen. Vooral dat laatste niet. En dat maakt deze workshop ook wel uniek. En het is heel simpel. Toen ik in 2014 begon met het schrijven van De Ontdekkingsreis, had ik een heel makkelijk uitgangspunt. En dat was: wat had ik als kind leuk gevonden? Wat zou ervoor zorgen dat ik niet de tijd zou aftellen tot het moment dat ik eindelijk naar huis mag? Dat ik de tijd in de gaten hield met de gedachte: ah nee, het is bijna voorbij, jammer. Ik wil dat het weer zover is. Ik ben ontzettend benieuwd. Wat komt er bij jou op? Als ik zeg De Ontdekkingsreis, wie wil daar wat over vertellen? Vingers. Wat is een bepaald beeld dat bij jou naar boven komt? Als ik zeg Ontdekkingsreis, wat zie je voor je? Jij. Een spelletje bij de wie. Een spelletje bij de wie, oké. Dat kan. Jij. Een safari auto en een safari tent. Een safari tent, gaaf. Juist, kan ook. Jij. Ik zie een man die een ontdekkingsreis maakt op een boot. Oké, dat is ook inderdaad echt een ontdekkingsreis. De ontdekkingsreis kan dus van alles zijn. In dit geval is het inderdaad een groot avontuur. Want dat is wat we gaan doen. We gaan een groot avontuur aan. Er gaat van alles gebeuren. En jullie gaan allemaal in de loop van deze lessen ontdekken wat die dingen zijn. Dit is een bankje in het park. Hier zitten straks twee mensen. Er zit hier straks één persoon die zit te genieten van het zonnetje, van het meertje. En er komt straks iemand bij. Als je hier zit, dan ben je ook echt een typetje. Of een dokter die pauze heeft, of een ontsnapte gek uit het gekke huis. Of misschien wel iemand die zijn hond zoekt. We doen ook veel improvisatie en dat is een van mijn favoriete theaterdisciplines, omdat je vooral daarmee echt in de comfortzone stapt. Want heel veel mensen die hechten waarde aan vastigheid, aan bijvoorbeeld een filmscript of een theaterscript, en dan weten ze precies waar ze aan toe zijn, maar hier weet je dat niet. En daar oefen ik heel erg met ze mee. Bij de volgende oefening gaan we beweging maken. We doen een handeling. En iemand mag de handeling bedenken. Een handeling is iets dat je doet. Bijvoorbeeld dat je op een fiets stapt of dat je bij de deur aanbelt van tring, hallo. Nou, dat kan van alles zijn. Of gewoon, hey. Oké. Goed zo, goed. In het begin vond ik het heel spannend. Omdat ik dacht, nou, ik moet mijn opdrachten doen. Want iedereen kijkt en zo. En dat vind ik altijd heel eng. Maar aan het eind vond ik het toch wel heel erg leuk dat ik het, en trots dat ik het wel heb gedaan. In het begin vond ik het wel spannend omdat ik nog bijna geen kinderen kende. En eerst kennis maken, dat vond ik best wel spannend. Ik vond het leuk om de hoofdrol te zijn in Opa's Verrassing. Het was leuk, maar ook moeilijk, want ik had veel tekst. Iets wat ik geleerd heb is, ik heb wel wat meer zelfvertrouwen gehad over dat de kinderen je niet uitlachen als je bijvoorbeeld iets fout doet, want dat vond ik in het begin heel erg eng. Ik vind De Ontdekkingsreis leuk, want je doet het ook superleuk. Scène 3, take 35 en 8. We moesten een filmscript maken, want als je een film maakt moet je natuurlijk eerst weten waar het over gaat. En je werd in groepjes verdeeld en dan moest je allemaal een verhaal bedenken. Mijn verhaal is doorgegaan. De première was ook heel leuk, want iemand had een limo geregeld. Mijn eigen echte film te maken vind ik sowieso al cool. Omdat, ja, je speelt er ook zelf in. Nou, ik vond het super leuk, want we gingen ook een film maken en we gingen ook hele leuke trucjes leren. En dat was ook wel heel erg leuk. We mochten zelf een script schrijven en dat was ook wel heel grappig. Je maakt een professionele film, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Je maakt een script, je overlegt met elkaar wat is het beste idee, waar kiezen we voor. Daarna ga je verder, ga je het uitwerken, worden de kinderen verdeeld in groepjes, gaan allemaal aan hun deel. Op het scenario, dus er komt heel veel bij kijken. En niet alleen dat,
Kinderen ervaren letterlijk alles wat erbij komt kijken. Dus ook het ontvangst als een filmster in de limousine. Wij hebben deze workshop ook gedaan. En wat ik zelf ook heel leuk vond, is de afwisseling in de opdracht. Ik vond de workshop super leuk om te doen. Zo werd een half uur mijn haar zitten komen om al die klit uit mijn haar te krijgen. Want ik speelde in de film Vermist en ik was de robotzombie. Heel grappig. Ik heb de workshop nog niet helemaal gedaan. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om te doen, omdat ik acteren best leuk vind. Dat was echt heel grappig. Workshop De Ontdekkingsreis is echt iets dat je moet hebben meegemaakt.